Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom bij Flatout 3. Dit is de slechtst beoordeelde game op Steam met een beoordeling van 1.3 uit 10. Dat belooft niet veel goed. De game is momenteel in aanbieding. Normaal gezien is die 10 euro, momenteel 1 euro. Dus ik denk, weet je wat? We gaan eens even kijken wat deze game precies is. En ik ben benieuwd. Ik heb geen idee wat me te wachten staat. Maar het is in ieder geval een race game. We beginnen wel gewoon met een race. Er zijn best wel veel verschillende modes. Je kan zeggen wat je wil. Hier, we hebben Formule 1 auto's, monster trucks. I guess, ik zie geen monster trucks, maar sure. Er is oprecht veel te doen. What the fuck? Waar zullen we beginnen? We hebben verschillende classes. Oh my god. Beautiful. Je kan wel een beetje zien waar de auto's van afgeleid zijn. Dat vind ik op zich wel cool. Dit is natuurlijk overduidelijk een SLR. Even kijken, we hebben ook nog verschillende classes. Oh, what the fuck, zijn dat voor raket aangedreven dingen? Ik begin eerst met deze, de Power Pony. Dat ding ziet er nice uit, man. Die hebben verschillende skins, zie ik. Ik vind het prima. Let's go. Oh! Eva Mentos. Oh mijn god, what the fuck is going on? Er zijn best wel veel characters, though. I like it. fuck off. Dit is mijn character. Hell yeah, let's go. Start race. I don't care. Ik weet niet eens hoe ik moet rijden. Waarschijnlijk is het zo'n game waarbij je gas moet geven met kruisje. Of in ieder geval, in mijn geval, A. Hoe geef ik gas? Oh, R2 gewoon. Dit is dus de slechts beoordeelde game. Ik weet niet hoeveel games er op Steam staan. Maar er staan ontzettend veel games op Steam. Dus voor dit om de slechtste te zijn, moet die ook wel echt bijzonder slecht zijn. Reek nou door een auto heen. Ik kan niet eens rondkijken. Oh, sorry. Volgens mij is het een mobiele game. Het sturen werkt amper. Het voelt echt alsof ik op een rail zit. Oh, ik had die ramp willen pakken. We hebben nog een ramp. Woo! Dit is volgens mij echt een mobiele game. Gewoon een manier hoe ik bochten moet nemen. Het voelt zo vaag. Heb ik... Oh, ik heb NOS! Oh! Oké, wel. Dit verandert veel. Kijk. Ik zit hier allemaal rustig te rijden. Hoe respawn ik op mijn controller? Fuck, ik ga niet respawnen met een controller. Nee, nee, hoe ga ik terug? Exit. There we go. Ik kan niet door bosjes heen rijden, maar ik kan wel door auto's heen rijden. Ik reed net door een auto heen die langs de weg stond. Dat kon wel. Nice one. Oh god. Ik zal dat ook nog een keer doen. Ik reed het gewoon door een auto heen. Maar een bosje, dan zegt hij nee, joh. Ik ben er steeds van mening dat het een trash game is. Maar ik vind het moeilijk te geloven dat dit een slechts beoordeelde game is. Maar het is zo. Dit is oprecht de slechtste game op Steam. Kunnen wij nog winnen, though? We rijden vierde. Ik denk het niet. Hoeveel NOS heb ik trouwens? Ik kan de hele tijd mijn... Oh, you motherfucker! Ik word in ieder geval geen laat. Dat is niet. Oh! Nee! Krijg toch de tering. Ah! What the fuck? Fuck off, dude. Wow! Ik heb een andere auto nodig. Lach aan de auto. Lach niet aan mijn rijkunsten. Lach aan de auto. Ja. Ik heb zoiets nodig. Ja, dit wordt hem. Hebben we nog een andere skin? Oh mijn god, toch. Ik ga hem al grijs. Deze auto is trager dan het ding wat ik net had. Wat? Ik ben nog steeds van mening dat dit volgens mij een mobiele game is. Dit voelt echt als een mobiele game. De handling, het voelt zo raar. Oh. You son of a bitch. Hey, nou kan ik ook gelijk die NOS gebruiken vanaf het begin. Kijk jongens, boys. Hey, easy game. Easy game. Wat net gebeurd is, dat is niet gebeurd. Oké, okay, daar gaan we het niet meer over hebben. Ik heb moken... Ik sta derde. Ik heb moken last van screen tearing. Ik weet niet of jullie dat ook zien. Misschien is dat alleen op mijn beeld en niet op jullie opname. Maar, het scheelt in ieder geval al veel dat ik gewoon weet dat ik die NOS heb. Ik zal eens even kijken of ik op mensen kan uitschakelen. Dat is hem. Bah! Gotcha now! Bleh! Ik kan niet... Je kan zeggen wat je wil. Maar het is lang geleden dat ik zo'n spannende game heb gehad. Spannende race game.
Want kijk op de minimap hoe snel ze bijkomen. Ze vliegen maar. Ik kan het zeggen, ze komen maar zo meteen voorbij. Die rubber banding is strong in this one. Ze blijven mij continu bij. Maakt niet uit wat ik doe. Ah! Oh mijn god. Ze vlogen allemaal uit de bocht daar. Laatste stukje. Geronimo. Oké, dat was een anticlimax. Ik dacht dat de sprong hoog was. Oh, fuck. Ik heb een bocht. Nee, ik ga niet verliezen. Nee. Snel. Nee. Mijn tweede. Oké, fuck this shit. Ik ga... Op naar de volgende. New race unlocked. I don't care. Oeh, Battle Arena. Daar ben ik ook wel voor te porren. Weet je wat? We beginnen eerst met Battle Arena. Dan gaan we naar... Colosseum. Oh, Moskou. Je weet wat we moeten doen. We gaan naar Moskou. We hebben een auto nodig met een hoop strength. Zoals dit ding. Dit ding lijkt op zich best wel goed. Handling en acceleration is niet great. Misschien iets anders? Oh mijn god, strength van... Strength van 1. Hij heeft zelfs een bullbar erop. Hoezo is dit ding zo slecht? Nou is het gewoon de bedoeling om mensen uit te schakelen. Earn points by damaging your opponents. Take your time to plan your attacks. En de rest kan ik niet lezen. Thanks. We zijn in ieder geval in Moskou. Dit is Battle Royale, boys. Battle Royale. Sick. Fucking nos is... Kijk hoe mijn camera het doet. Jezus. Oh. Bam! Duh! You did 7 damage. You serious? You serious, dude? Come on, man. Ik ram dan vol op iemand. 2 damage. Hoe dan? Camera? Help? Mag ik mijn camera terug? Oké, ze zijn aan het samenspannen tegen mij. Ik vertrouw het niet zo. Ik heb het idee dat ze allemaal op mij gericht zijn. Gegarandeerd! Duh! We gaan het winnen, boys. Bam! Ik deed... You did 6 damage. Volgens mij heb ik meer damage aan mezelf gedaan dan aan hun. Oeh, dat was een goeie. Bam! 1%. Ongekend. Ik moet toch gewoon 1 iemand kunnen uitschakelen, denk je, of niet? Da! Nee! Oh, niks aan de hand. I'm still alive. Ik probeerde hem over de rand te duwen. Dat lukte niet. Hey. Da! Oh. Ik heb nog steeds niemand kunnen uitschakelen. Hoe dan? Wat is mijn health inmiddels? Want het ziet er niet goed uit voor mij. I'm so fucking dead. Hoezo? Oké, mijn auto staat in de fik! Ik heb me niemand kunnen uitschakelen. Niet 1 persoon! Ik ben wel derde geworden qua punt. Hoe de fuck heeft die grinder 553.000 points? What? New Battle Arena unlocked. Chopper. Oké, weet je wat? Ik ben benieuwd wat Chopper is. In de lucht? Mijn doel is om op zijn minst 1 iemand uit te schakelen. Ik ga gewoon proberen om iemand van de baan af te beuken. Dit is echt wel een gruwelijk vette baan. Dus, here we go. Pata! You all die, bitches. Hoezo ga je er pick... Oh god. Oh no, don't you dare. Dan ga je fucking pickups mee. Hoe dat dan? Oh no, don't you dare. Don't you dare. No! Oh, niks snel. It's all good. Het is ook het. Oh god. Dit is waarschijnlijk de meest zinloze map ever. Want het is compleet nutteloos om mensen eraf te duwen. Oké. Ik kan niet eens iets doen. Ze zijn allemaal op mij geprogrammeerd om mij uit te schakelen. Laat me met rust, jij. You did 2 damage. Doe normaal. En hier gaan we weer met z'n allen. What the fuck is dit, dude? 61% damage. Ja. Yeah. Cool, hè? Ja, dit is helemaal topje dit. En hier... Oh, ik ga overheen. Yeah. Ik heb iemand gekild! Woo! Ik weet niet hoe, maar sure. I will take it. Ik kan niet eens wegkomen hier. Oké. Vrijheid. Oh. Oh, no. Ik maak wel scoren, terwijl zij mij beuken. Stop het! Oké, wel. Ik snap al waar die 1,3% rating vandaan komt. Ik snap het wel. Ja, I get it. Ik ben nog steeds wel nieuwsgierig wat dit nou precies is. Stuntman. Wat in hemelsnaam is Stuntman? Stunting Outdoor. Golf course. Oh, ik kan letterlijk maar 2 auto's kiezen. Deze BMW. En dit Miss Baxel. Of ja, BMW. De achterlichten zijn van de BMW. Ik weet niet wat de rest is. Misschien een mixmatch van alles en nog wat.
Verschrikkelijk. I love it. We doen hem roze. Score 1200 points. Moet ik... Wat is de bedoeling? Moet ik overheen springen? Ze doet een split. What the fuck gebeurde daar? Ik ontplofte al voordat ik de windmill raakte. No. What? Wacht even. Ik moet waarschijnlijk meer naar de zijkant. Huh. Oh! Het is de bedoeling dat ik zo vers... I get it now. Ik dacht dat ik er overheen... You lose. Ik weet inmiddels wat ik moet doen. Kijk. En dan... Huh. Ik moet precies op dat ding... Luk. Nee, ik vlieg eroverheen. Ik denk dat we gewoon hetzelfde blijven doen. En op een gegeven moment dan moet het wel een keer goed gaan. Kijk, dit is een mooie sprong. Oh, ik kan zelfs sturen in de lucht. Nu stunt map unlocked. Going up. Weet je wat? I'm going down. Ik stop ermee. Het is mooi geweest. Oh, we hebben twee nieuwe maps unlocked. Epic. Boys, we gaan het hier weer belaten. Ik heb alweer genoeg gezien van dit. Ik denk dat we een goede eerste indruk hebben gehad. En mocht je nou denken, Dennis, maak hier meer video's van, dan laat het weten in de comments. Kan altijd. Ik bedoel, er zijn best veel dingen te doen. Dat is op zich wel een grote plus. Er is veel. Het is alleen allemaal trash. Maar er is wel veel. Ja, mocht je nou denken, hey, dit is best een lachend spelletje. Het is een euro. Doe ermee wat je wil. Ik zou die euro bewaren. Ik kan zeggen, haal er een euroburger voor. Maar die zijn inmiddels 1,30 toch of zo. Insane. Anyways, vond je dit een leuke video? Laat een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hoop ik tot de snel. Houden we.